tijd van onbezorgdheid is voorbij. Vandaag begint de lange weg naar morgen. De dromen komen als een vlinder vrij. Niet langer in geborgenheid verborgen. Slechte tijden, een dag die als een nacht verschijnt. Goede tijden, slechte tijden, liefde leidt je tot het eind. Goede tijden, slechte tijden, nee het leven spaart je niet. Goede tijden, slechte tijden, soms geluk en soms verdriet. Tegen die kasten rammen. Als ze doorgaat, slaat hij op de teel door. Dan ben je al je geld kwijt. Nou, als jij het wilt. Als jij daar gelukkiger van wordt. Hm? Ik ga naar Rien toe. Ik moet weten hoe het met hem gaat. Doe je daar nou verstandig aan? Als zijn vader een aanklacht tegen jou wil indienen, dan kan je beter naar een advocaat gaan dan medelijden te gaan zitten hebben met Rien Hogendoorn. Ja, hoe erg was dat ongeluk nou eigenlijk? Het was geen ongeluk. Ik bedoel, ik heb nogal plotseling geremd, dat is alles. Ik ben nergens tegen aangereden. Hadden jullie veiligheidsriemen om? Ik wel, maar Rien wilde niet. En jij had geen pijn? Nee. Ik had wel een beetje pijn in mijn oren van dat gekrijs van Rien. Ja. Nou ja, ik denk... Wat wil je zeggen? Ja, weet je, volgens mij is die papa Hogendoorn gewoon een overbezorgde vader voor zijn verwende zoontje. Je kent het wel, zo'n type wat zich vroeger in de kinderruzies mengde. Oh nee, absoluut niet. Op school wist iedereen dat zijn vader zich niet voor hem interesseerde. En daarom is het zo raar dat hij zich er nu zo mee bemoeit. Die twee zijn al een hele tijd gebrouilleerd. Nou, misschien vergis ik me. Maar het is vreemd. Sjane is er ook van overtuigd dat hij zich aanstelt. Misschien moet je er toch eens langs om te kijken wat er nou echt aan de hand is. Hè? Lijkt me een uitstekend idee. En dan geef je hem onverwachts een klap. Kijken wat hij doet. Misschien heeft hij wel helemaal niks. Oké, ik zal het doen. Ik denk trouwens dat die oude Hogendoorn geen poot heeft om op te staan, hè, als hij jou aansprakelijk wil. Denk je dat hij doet wat hij gezegd heeft? Kan hij jouw zaak werkelijk schade berokkenen? Ja, dat heeft hij in drift gezegd. Iemand in zijn positie zal zoiets nog nooit doen. Hé, ik ga er vandoor. Duimen jullie voor me. Ja, rij voorzichtig, hè? Ha, die is leuk. Dokter Van Isser zei me dat hij je wel wil onderzoeken. Mijn vader wil alleen dat mijn kindje me onderzoekt. En ik vind dat hij gelijk heeft. Dit is niet iets voor een gewone huisarts. Hoe weet je dat nou? Ik ben zo terug. Wat is er nu weer? Oh, niets. Pijn, meer niet. Heb je nog iets nodig? Nee, dank je. Ik wil je niet tot last zijn. Alhoewel, ik heb tegen een glaasje verse jus geen bezwaar. Jus d'orange. En niet te veel van die velletjes erin. Geen velletjes, oké. Oh, ik voel me zo hulpeloos. Ik wou dat ik iets kon doen. Waarom ga je dan niet naar het huis van je vader? Dan kan die verpleegster voor je inhuren en een gouvernante erbij. Nee, want ik wil alleen dat Linda mij verzorgt. Ja, jij wilt. Waarom ga je dan niet samen naar je vaders huis tot ik je beter bent? Dat kan niet, omdat Linda en mijn vader elkaar niet kunnen uitstaan. Oh, nee. Goh, jammer, hè? Hoppa. Als je goed kijkt hier, zie je pas hoe smerig het is, hè? Maar wil meer dan dat we echt opruimen? Het kan me geen bal schelen wat ze wil. Ze bekijkt het maar. We hebben beloofd hier een beetje op te ruimen en meer dan een beetje doe ik niet.
Als we te goed doen, gaat ze steeds meer van ons verlangen. Ze kan wel zeuren, hè? Ach, jongen. Ik trek me ook niks meer van aan. Ik bedoel, ik heb geen verhouding met haar. En als iets me niet bevalt, ben ik weg. Ja, dat is mooi bekeken. Toen ik bij die hospita zat, bleef ze maar zeuren. Hoe laat ben je thuis? Wanneer kom je terug? Met wie ga je om? Hoe kwam je er eigenlijk terecht? Via Daniel. Hij stuurde ons allemaal naar diezelfde mevrouw, zodat hij haar moederdrift op ons kan loslaten. Die Daniel die ging wel tegen je tekeer vanmorgen, hè? Vind je nou niet vreemd dat hij zich zo met je bemoeit? Ach, hij doet het voor de vorm. Hij meent het niet echt. Voor hem ben je gewoon een naam op de lijst. En als je kan schreppen, doet hij het net zo lief. Geval minder. Nou, je hoeft je in ieder geval niks meer van hem aan te trekken. Als jij hier blijft, dan regel ik wel wat voor je. Het eerste wat we gaan doen, is een uitkering voor je aanvragen. Ik bedoel, zonder geld ben je nergens, toch? Ja. Ik zal Daniel eens laten zien dat ik hem niet meer nodig heb. Waarom praat je nou steeds over hem? Laat hem toch los. Daniel hoort bij het verleden. Ik wil alleen maar zeggen, hij is niet belangrijk. Nee, echt niet. Ja, ja. Die constante pijn is zo verschrikkelijk uitputtend. Ik word er gek van. Nou, ik heb toch niet de indruk dat je constant pijn hebt? Nee, dat is ook niet zo, maar het is de gedachte eraan die me moe maakt. Ik durf mijn hoofd gewoon niet te bewegen. Oh, mijn mond staat anders niet stil. Ik heb geluk dat ik nog kan eten. Sorry, ik denk niet dat ik het haal. Nou, fantastisch dat je het geprobeerd hebt. Ja. De auto staat voor. Je bent onze lunchafspraak toch niet vergeten, hè? Nee, absoluut niet. Maar ja, Linda is nog niet terug. Noemen. Hij is groot en lelijk genoeg om voor zichzelf te zorgen. Van jou verwacht ik absoluut geen medelijden, dus doe me niet alsof. Jammer. Heb ik je toch teleurgesteld? Ah, kijk uit. Gek, je kan onherstelbare schade aanrichten. Waaraan? Aan een autowrak kun je ook niks verpesten. Hallo. Hoe gaat het met Rien? Fantastisch. Zie je toch, hij geniet van zijn pijn. En jij komt als geroepen. Je vindt het toch niet erg, hè, dat Jan en ik gaan lunchen? Nee, tuurlijk niet. Maar hoezo kom ik als geroepen? Moet ik wat doen? Voor Rien zorgen. En hij vertelt je wel wat je moet doen zonder ophouden. Jus zonder velletjes, pap zonder klontjes. En wordt het je te veel? Rattengif staat in het aardigkastje linksonder. Ah, nee, niet zo flauw. Zijn vader zegt dat hij er slecht aan toe is. Wie? Hij? Moet je hem zien liggen. Als hij er slecht aan toe zou zijn, zou hij niet hier liggen, maar in het ziekenhuis op de intensive care. Nou, zeg, we blijven niet lang weg. Hm? Wat niet lang? Geloof aan me niet, hoor. Wij komen nooit meer terug. Succes. Hoe gaat het met je? Heb je erg veel pijn? Wat denk je? Rien, ik weet echt niet meer wat ik moet denken. Op school kon je je ook altijd zo aanstellen met sportdagen. Weet je nog, toen Peter je per ongeluk vloerde? Begon meteen te gillen dat hij je arm gebroken had. Doe maar. Blijf maar weer in mijn open wonden. Op dit moment ben ik een willoos slachtoffer. Rien, ik wil je niet verdacht maken, maar ik vraag me echt af wat je hebt. Je vader wil mij aansprakelijk stellen. Jou aansprakelijk stellen? Hij kwam vanmiddag bij me langs en zei dat ik een goede advocaat moest nemen. Ben je al bij een dokter geweest? Nee, vanmiddag komt er een specialist. Ik begrijp je vader gewoon niet. Heb je dan niet gezegd dat ik je een lift heb gegeven? Ik wou je alleen maar helpen. Als er iets met die nekwervers aan de hand is, kan ik er toch niks aan doen? Tja, je moet toegeven dat je niet al te best rijdt. Niemand moet het voorbeeld stellen. Jij bent een gevaar op de weg. Trouwens, ik heb geen zin om er verder over te praten, want ik voel me beroerd genoeg. En niemand neemt me serieus. Kan ik iets voor je halen dan? Nee, dank je. Jij hebt al meer dan genoeg voor me gedaan. Zorg jij nou maar gewoon voor jezelf. Ik krijg het nog beroerd genoeg. Dubbeltje voor je gedachten. Hm? Hoe je ook schraapt, het lukt je toch niet om door de bodem te komen. Het spijt me, sorry. Ik zat aan Linda te denken. En ik weet gewoon niet wat ik doen moet. Want ze is vast besloten om het met Rien weer te gaan proberen. Nou, en dan moet ze zelf toch weten. Als zij nou bereid is om haar leven met die stommeling te delen, dan... Ja, dat is ook wel zo. Ik moet er steeds aan denken dat Simon zo'n ontzettende hekel aan Rien had. En ik voel het als mijn verantwoordelijkheid om haar te beschermen nu hij er niet is. Waarom voel jij je toch verantwoordelijk voor iedereen? Als je ook maar de helft zoveel nadacht over ons als je over Linda deed, zou ik een gelukkig mens zijn. En zou jij niet zoveel zorgen hebben. Nou, waar slaat het nou op?
hoop wel dat je dat een beetje aardig bedoelt. Ik bedacht je. Natuurlijk bedoel ik het aardig. Waarom brengen we niet veel meer tijd met elkaar door? Je bent een ontzettende hypocriet. Jouw werk slokt jou veel meer op dan... Dan Rien en Linda jou? Ja. Hé, maar we hebben toch fantastisch samen. Hè? Het gaat heel goed als we samen zijn. En het gaat ook goed als we dat niet zijn. Ja. Ja. Wij zijn een volmaakt modern echtpaar. Koffie? Perfect getimed, Mirjam. Oh, dank je. Ik kijk altijd of de kopjes leeg zijn. Daniel, ik weet dat het me niet aangaat, maar aan de andere kant... Welke andere kant, zeg maar? Mickey, je moet iets voor hem doen. Ik ben bang dat hij er anders aan onderdoor gaat. Hij is echt aardig. Hij verdient het dat iemand hem helpt. Ja, maar er zijn grenzen aan wat ik kan doen, Mirjam. Als hij met John blijft omgaan, dan ben ik bang dat het helemaal misgaat. Jij vindt John toch zo aardig? Jawel, min of meer. John maakt er altijd zo'n puinhoop van. Niet heel erg ernstig, maar als Mickey hem na gaat doen, dan... Ik begrijp het. Ik vind het heel lief dat jij je zorgen maakt voor Mickey, maar... Als die jongen me niet persoonlijk om hulp vraagt, kan ik echt niks voor hem doen. Ik weet het niet hoor. Waarom kun je dan nooit iemand echt helpen? Voordat ik het kon. Iedereen is zo depri de laatste tijd. Mickey, Arnie, ik. Hoezo? Heeft Arnie jouw hulp ook om nodig? Je had hem vanochtend eens moeten zien. Ik heb hem nog nooit zo meegemaakt. Ik heb nog geprobeerd om met hem te praten, maar... Ik denk dat ik het maar moet doen zoals jij dat doet. Wachten tot iemand mij om hulp vraagt. Ben jij op de gewone tijd thuis met eten? Ja, ik heb vanmorgen zonder onderbrekingen door kunnen werken, dus dat zal wel lukken. Ik weet nooit op hoeveel mensen ik precies kan rekenen hier. Dan moet je gewoon stampen opmaken. Trouwens, ik denk dat Annette niet lang weg zal blijven. Ach, god ja. Ze moet zich vast afschuwelijk voelen, hè? Met die onzekerheid wat er met Rien aan de hand is en dan wat die vader misschien gaat doen. Maar die jongen speelt het uit. Want het is een verwend ventje. Ik maak me zorgen om Annette. Ze is nog maar nauwelijks over de dood van Simon heen en nou deze ellende weer. Ja. Het is alsof de bodem uit je leven vandaan wordt geslagen. Ja. En zo'n Rien, dat hij zich dat niet realiseert. Dat hij niet een beetje rekening houdt met haar gevoelens. Nou, ik heb begrepen dat het niet zo'n gevoelig type is. Hé, hey, wat een verrassing. Wat doe jij hier? Dat zou ik jou ook kunnen vragen. Ik kom hier weer wonen. Tenminste, dat jullie daar geen bezwaar tegen hebben. Nee, ben je gek? Nee, dit is jouw huis en dat zal het altijd zijn. Is er iets mis? We zijn uit elkaar. Fijn, hè? Dan kan iedereen weer opgelucht ademhalen. Laat maar. Karin, je kunt het beter alleen laten. Mag ik je iets vragen? Je doet je best maar. Kunnen we het erover praten? Er is helemaal niks te bepraten. Luister nou, het is heel normaal dat mensen die van elkaar houden ook ruzie met elkaar maken. Gabi en ik hebben helemaal geen ruzie. Ruzie, dat heb je samen. Dit is meer een ultimatum. Ze heeft me duidelijk gemaakt dat ik op kan krassen. Eenvoudiger kan het niet. Het is uit. Voorbij. Ze hoeft me nooit meer te zien. Het spijt me. Wist ik niet. Sorry. Waarom sorry? Sorry dat het voorbij is? Sorry dat het ging zoals jullie wilden? Sorry voor mij? Maakt niet meer uit. Ze heeft me laten voelen hoe idioot ik was met mijn plannen. En ik wilde zo graag. Ik meende het serieus. Ik wilde zelfs met haar trouwen. En al die tijd zag zij het als een grap. Arnie. Maar één ding is zeker. Geen vrouw krijgt mij ooit nog zo gek. Hoe is het met hem? Nou, hij is behoorlijk over zijn toer, want Gabi heeft hem het huis uitgezet. Dat vermoedde ik al. Toen Gabi me zei dat ze er niet zoveel vertrouwen meer in had, dacht ik wel dat het niet lang meer zou duren. Jij wist het al. Gabi heeft het je verteld. Ze heeft me gebeld, ja. En waarom heb je mij niks gezegd? Het is me ontschoten. Ja, dat lijkt me ook typisch iets wat je makkelijk vergeet. Ik was niet in de gelegenheid, Karin. En toen ik thuis kwam, toen viel ik midden in de redenvoeringen van de heer Hoge door een senior. Nou, daarna heb je alle tijd gehad. Ik had werk te doen. Waarom denk je dat ik thuis heb zitten werken?
Dat eiste al mijn aandacht op. Nee, tuurlijk. Je werk is veel belangrijker dan je familie. Dan logica. Als ik dat contract niet uitwerk, dan zitten we zonder inkomen, ja? Waar blijf je dan met dat heerlijke, gezellige familieleven waar je altijd zo hoog van opgeeft? Doet ze dat wel vaker? Wat? Nou, je bellen voor een intiem gesprekje. Jezus, Karin. Nou, ik weet hoe aantrekkelijk je er vindt. Ja, ik vind haar heel aantrekkelijk. Oh ja, je denkt, laten we maar toegeven, want dan houdt ze er wel over op. Nou, ik ben echt jullie zogenaamde afspraakjes voor mijn surprise party echt niet vergeten, hoor. Daar hebben we het nu 20 keer over gehad. Ik dacht dat dat achter ons lag. Als je zo'n telefoontje verzwijgt, dan zul je nog meer verzwijgen, hè? Karin, Karin. Ja, en waarom moet ze uitgerekend jou bellen om te vertellen dat ze met Arnie gaat breken? Zocht ze een opvolger? Wou ze de oude schoenen niet weggooien voordat ze een nieuwe had? Dat jij zo wantrouwend bent, pleit niet voor het vertrouwen dat je hebt in onze relatie. Of wel soms. Mag ik nu misschien weg? Steeds van hem. Mij mocht hij niet. Ach, broers doen is nooit aardig tegen de vriendjes van hun zusje. Nee, dat was het niet. Hij mocht me echt niet. Hij was oprecht blij toen Linda de verloving verbrak. Nou gaan we toch trouwen. Oh, trouwen. Over een tijdje. Het is weer aan. Praat ze wel eens over mij? Natuurlijk. Zegt ze dan? Je verwacht toch niet echt dat ik je dat nu ga vertellen, hè? Nou, ik wil wel een beetje uit de school klappen als je daardoor beter voelt. Alleen goede dingen, Rien. Mooi. Ah. Gaat het een beetje? Ja. Je kunt je niet voorstellen hoe frustrerend dit is, Sam. Dat kan ik me wel voorstellen. Want als ik niet zo schuldig zou voelen, dan zou ik hier niet zitten. Heb je hoofdpijn? Ja, een beetje. Zal ik iets voor je halen? Aspirine, saridon? Nee, dank je. Ik slik nooit pijnstillers. Waarom niet? Als je pijn hebt, dan moet je er toch wel iets tegen doen. Ik slik nooit pijnstillers. Ik ga ze niet slikken ook. Nou, als de pijn ondraaglijk wordt, laat ik het je wel weten. En wat moet ik dan doen? Je wilt je niet eens door een dokter laten onderzoeken. Ik weet het niet meer. Alles gaat mis. Jeff en Karin die zijn er nu ook bij betrokken door mijn schuld. En zo dadelijk gaat je vader ook nog een stap ondernemen om Jeff en mij zakelijk te pakken. Nee, maak je maar niet druk om mijn vader. Als die zijn mond open doet, komt er altijd een dreigement uit. Dat is zijn manier om te tonen dat het een echte vent is. Eén ding moet je hem nageven, hij discrimineert niet. Zelfs zijn eigen familie behandelt hij zo. Dus ik hoef me geen zorgen te maken over Jeff? Nee. Mijn vader is niet geïnteresseerd in kleine jongens als Jeff Roberts. Die stelt niks voor. Maar die order is bevestigd. Nee, ze hebben nog niet getekend. Ik heb vanmorgen pas mijn paraaf gezet. Ja, een mondelinge overeenkomst is ook bindend. Nee, ik snap het al wie erachter zit. Je hoort nog van me. Jeff. Huh? Wat is er? Toast op de wolven. Herman Hogendoorn heeft met de grazen gehad. Hoe dan? Heel makkelijk. Hij heeft een stevige vinger in de pap bij een bedrijf waarmee ik net een deal had gesloten. Tenminste, waarvan ik dacht dat ik er een deal mee had gesloten. Hey. Hallo. Hi, Peter. Ik ben blij dat je er bent, want Arnie kan wel wat steun gebruiken van iemand die je vertrouwt. Heeft hij je gebeld? Nee, wat is er dan? Kabi heeft het uitgemaakt. Die is eindelijk verstandig geworden. Hij is behoorlijk over zijn toeren. Shit. Waar is hij? In de keuken. Hey, hoe staat het leven, jongen? Ze zullen wel tegen de hele wereld gezegd hebben dat Gabi me gedumpt heeft. Hebben ze jou gestuurd om me te troosten? Nee. Het laatste wat ik wil is medelijden. Ja, dat snap ik ook wel, maar... Jezus, ik mag je toch wel helpen? Je hebt mij ook zo vaak geholpen. Er is helemaal niks te helpen. Da.
Nou, ga jij even wat te drinken halen, dan kijk ik van slot. En als je terugkomt, heb ik een paar lekkere meiden om te versieren, oké? Ja, je meent het. Jongen, wacht maar af. Ik wil het zien. Zo, hoeveel is het, Mirjam? Ja, zo is het eigenlijk wel goed. Tot ziens, hè? Hey, Nicky, wat een verrassing. Oh, dag mevrouw Dekker. Hoe is het met u? Goed, en met jou? Ja, met mij gaat het steeds beter. Ik ben uitkering aangevraagd. Ik woon bij John. We doen allerlei leuke dingen samen. Ik heb het eerste gevoel dat ik een echte vriend gevonden heb. Het is jammer dat ik hem niet eerder heb ontmoet. Was ik misschien niet zo doorgedraaid laatst. Nou goed, ik ga wat te drinken halen. Oké, okay, dag. Nou, steek maar je zak, hè. Een ontevreden cliënt. Hé. Als jij een illustratie maakt, begin je dan ook te kleuren voordat je een lijn hebt gezet? Nou, dat is een idee. Waar heb je het nou over? Ik bemoei me nooit met jouw werk. Waarom jij dan wel bij mij? Sorry, je hebt gelijk. En wat Nicky betreft, ik kan niks voor hem doen. Zolang hij geld heeft en niet in aanraking komt met de politie, is het mijn probleem niet. Nou, kom. Hé, ga. Oké. Vernieuw in deze stad. Ik hou van een beetje rondtrekken. Mensen ontmoeten, weet je wel. Dat is toch het leukste wat er is? Nieuwe mensen leren kennen. Of niet dan? Kom. Hé, dit is mijn vriend, Mickey. Hey. Hallo. En jij bent? Lianne. Roos. Michelle. Lianne, Roos en Michelle. Ik neem aan dat jullie wel wat willen drinken. Meisjes, wat kan ik halen? Lianne en ik nemen gin tonic. Mm-hmm. We zijn zo terug. En jij? Oh, maakt me niet uit. Biertje? Geen bedankt. Alsjeblieft. Hé, hey, kijk eens wie we daar hebben. Hé, hey Arnie. Hey, ik kom zo terug, oké? Hé, hey, jongen, waarom kom je niet bij zitten? Of heb je een afspraakje? Afspraakje? Ik heb helemaal niks. Nee, jongen, dan heb je nu geluk. Kom op. Hé, hey, gaan we toch niet aan haar koppelen? Nee, jongen. Maar ze heeft twee heerlijke vriendinnen. Kijk, daar komen ze al aan. Ik wil jullie even voorstellen aan mijn neef. Hé, hey, ik ben Arnaud. Hey. Hey, we hebben besloten dat het bij één gin tonic blijft en niet meer. Ja, geweldig, toch? Het wordt al gehaald. Dus de avond kan niet meer stuk. Dames. Dankjewel. Hé, hey, ik zag gisteren op de tv een meisje dat sprekend op jou leek. Oh, ja? Arnie Albert. God. Arnie Albert. Ik ken niemand die Arnie heet. Nou, nu dus wel. Ga je nog wat te drinken halen? Nee, dank je. Hey. Hey, John. Is het misschien geen goed idee om de dames bij jou uit te nodigen? Jongen, je raadt mijn gedachten. En, wat zei de dokter? Oh, hij kon nou nog niks zeggen. Hij heeft meer tijd nodig. Gesprekken, onderzoek, voordat hij een therapie kiest. En mag dat ding al af? Nee, pas als die meer weet. Dat is het probleem met zo'n geforceerde wegval. De effecten zijn niet onmiddellijk meetbaar. Dat is maar nooit gebeurd. Ik zou er alles voor over hebben. Dat moet je niet zeggen. Soms pakken dat soort dingen juist heel goed uit. Ik heb net met de verzekering gesproken. Oh. En zij betalen de specialist? Nou, nee, niet daarover. Maar zij hebben me iets geadviseerd. Wat dan? Simpel en doeltreffend. Jij bestuurt de auto, dus ik stel jou aansprakelijk. En jouw verzekering betaalt de schade. Maar ik weet helemaal niet of ik daarvoor verzekerd ben. Kom, je bent wel bij jou verzekerd als je in een auto gaat zitten. In elk geval, ik verhaal alle schade op jou, want jij bent verantwoordelijk.